hebben vandaag een heel leuke en heel ludieke actie gehad in alle scholen van Houtaal en Hellegtre. We vinden namelijk de schoolveiligheid voor de kinderen heel belangrijk. En we hebben een les gehad met twee clowns die ongeveer alles misdeden. En de kinderen letten dan heel goed op. De kinderen mochten hun verbeteren. En we hebben eigenlijk geleerd dat de kinderen heel veel van verkeersveiligheid kennen. En wat er de fiets in orde moet zijn. En hoe dat ze zichzelf in het verkeer moeten gedragen. Maar we willen graag een stapje verder gaan. En ook al is het niet verplicht, hebben we vandaag helmen geschonken. Niet aan alle leerlingen, want dat budget kunnen we in één keer niet vrijmaken. Maar we hebben gekozen voor alle leerlingen in Houtaal en Hellegtre van het vierde leerjaar. Omdat het een leerjaar is waarin ze beginnen met de fiets naar school te gaan. En ook een beetje leren kennen wat het gevaar van het verkeer is. Belangrijk vind ik ook dat we contract gemaakt hebben met de kinderen. Dat vonden zij ook heel leuk. We hadden een officieel contract ondertekend door de burgemeester, mezelf en de secretaris. En de school plaatst er een stempel op. En zo neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid voor wat betreft de fietsveiligheid. Wat we vandaag proberen te bereiken is dat kinderen altijd in het verkeer zichtbaar zijn. Dus ze kunnen het doen op verschillende manieren. Dat kinderen ook hun fiets, als ze met de fiets komen, controleren. En dat ze geen verkeersonveilig gedrag vertonen. Ik denk de actie van vandaag, samen met het onderwijs, samen met de school, levert alleszins op lange termijn resultaat op. Wat goed is voor onze school en ook goed voor onze inwoners. We zijn hier in het kerkje van Laak in Houthalen. In het kader van onze Milieuweek hebben we een wandeling georganiseerd met als thema op zoek naar de bron van de Mangelbeek. De Mangelbeekvallei is een erkend natuurreservaat van de Vlaamse gemeenschap. En onze vereniging Milieugroep de Mangelbeek wil de mensen bewust maken van de mooie natuurwaarden in de vallei. En daarmee doen we elk jaar mee aan een wandeling in het kader van de Milieuweek. Vandaag zijn we om 9 uur vertrokken met een 20-tal mensen op zoek naar de bron van de Mangelbeekvallei. Deze bron ligt op het schietveld van Houtaal Hellegtre en we hebben van de militairen een toestemming gehad om daar dat gebied te gaan bezoeken. Onderweg hebben we gekeken naar planten, we hebben paddenstoelen bewonderd in alle geuren en kleuren. We zijn hier nu ook momenteel op een tentoonstelling over paddenstoelen. Wel, het idee is gekomen eigenlijk van een tentoonstelling een jaar geleden van de Academie van Heus de Zolder. Toen heb ik gezien dat Jan Cornelis, een echte mycoloog van onze gemeente, enkele werken had. En dat bracht ons het idee om een tentoonstelling zuiver gewijd aan de paddenstoel in te richten. En dat is blijkbaar een succes, want ik heb niet minder dan 7 kunstenaars bereid gevonden om daaraan deel te nemen. Na afloop van de wandeling kregen de wandelaars een eerlijk hapje en drankje aangeboden. Deze activiteit werd georganiseerd in samenwerking met VZW Milieugroep de Mangelbeek, Natuurpunt en de gemeentelijke trekkersgroep Fairtrade.